lang verwachte persconferentie van Apple in San Francisco, die is zojuist afgelopen. Op de redactie Marijn, Dogge en Marijn, wat waren de grote verrassingen? Nou, het meest bijzondere nieuws is eigenlijk dat Apple de Apple TV, dat is dat kleine kastje wat je aan je tv kan verbinden, waardoor je video kan kijken die op je smartphone staat op je tv. Dat kleine kastje gaan ze in de markt zetten als een gameconsole. En dat doet Apple eigenlijk omdat ze willen al heel lang die huiskamer veroveren met dat kastje. En ze voeren onderhandelingen met Amerikaanse tv-zenders om tv rechtstreeks door dat kastje door te geven. Maar ze krijgen maar geen sjoegen eigenlijk bij die tv-zenders. Dus gaan ze nu zeggen, weet je wat, we zetten het in de markt als een gameconsole. Zo gaan we die huiskamers veroveren. En dan later komen die tv-zenders vanzelf erbij. En die gameconsole, daar kan je mee spelen zoals je dat misschien ook al gewend bent van de Wii. Alright, this guy here is Throwbot. Watch how Mike hits his rhythmic pitches by actually swinging the remote. The better his timing, the higher his score. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, maar ze hadden veel meer te vertellen. De Apple Watches krijgen nieuwe kleurtjes, niet zo heel erg bijzonder. De iPad krijgt een grotere broer, de iPad Pro is dat. Die krijgt een 13-inch scherm, dat is ongeveer een laptopscherm zeg maar, van de gemiddelde laptop. Alleen dan zonder dat toetsenbord. Je kan er dan wel weer een pen bij kopen, waarmee je op dat scherm kan schrijven. Maar die kost $100, dus waarschijnlijk ook €100. De iPhone is natuurlijk ook vernieuwd, grootste veranderingen. Betere camera, natuurlijk veel sneller. Maar we tikken nu heel veel op die schermpjes van die iPhones, maar je kan er straks ook op gaan drukken. En daarmee krijg je weer extra functies. Het is een beetje te vergelijken als dat tikken op je linkermuisknop duwen is en duwen op je rechtermuisknop. Veel meer info trouwens over de avond op Apple TV van Apple kan je vinden op rtlz.nl.